geld over voor Alzheimer en Nederland? Ja, altijd. Welkom bij Alzheimer Nederland, de leukste organisatie van Nederland. Mijn naam is Gea Broekema en ik ben algemeen directeur van Alzheimer Nederland. In Nederland lijden 270.000 mensen aan deze ziekte. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Alzheimer Nederland zet zich al ruim 20 jaar in voor mensen met dementie door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Maar we hebben ook een heleboel activiteiten. We organiseren vakantiewerken voor mensen met dementie en hun partner. Ik ben Clarisse Chayen, coördinator van Alzheimer Nederland van de Toch Uit Vakanties. Het project betekent dat voor diegenen die niet in staat zijn op een normale wijze op vakantie te gaan vanwege het feit dat hun partner leidt aan een vorm van dementie, ze toch uit kunnen gaan met de Toch Uit Vakanties van Alzheimer. Ja, die zorgzusters die nemen echt de hele verzorging uit handen. Als hij nou eventjes wegloopt, is er een ander die hem opvangt. Ja, ten nog toe is fantastisch. Heerlijk om even uit te zijn. En dat geeft een ongelooflijk voldaan gevoel. Ik ben iemand die warm wordt van het werken voor een goed doel. Dat doen we met betaalde medewerkers, maar nog heel veel meer vrijwilligers. En dat samen. En het is ook leuk omdat ik hele leuke collega's heb. Ontzettend aardige mensen. En omdat we heel veel leuke projecten doen. Er zijn inmiddels 150 Alzheimercafés in heel Nederland. Dementie is een ernstige ziekte. Mensen komen vaak pas te laat, als de ziekte is gevorderd, in de hulpverlening terecht. En dit is nu juist net zo'n plek waarbij mensen al in een vroeg stadium terecht kunnen voor het beantwoorden van hun vragen. Hè? En we kunnen ze dan op het spoor zetten van hulpverlening. Mijn vrouw is aan Alzheimer overleden. Door december 2 jaar en daar vandaan dat ik erg geïnteresseerd ben in al die onderwerpen. Waar je dus toch wel iets van opsteekt. Voorheen wist ik daar helemaal niets van. Maar nu ja, ik kom telkens weer en ik vind het telkens weer interessant. En ook de sfeer is geweldig. Want dat is eigenlijk de kern van het Alzheimer Café. Het leukste bedrijf van Nederland is omdat hier mensen met hart en ziel werken. Want vanaf het voorjaar vragen ze al, wanneer gaan we collecteren, mama? Ik ben heel trots op Alzheimer Nederland. Dat we opkomen voor een hele kwetsbare groep mensen. En om me daarvoor in te zetten. En iedereen gaat voor datzelfde doel. Omdat er mensen met een heel goed hart werken. Als ik niet meer denk, veel vergeet, alvast bedankt. Dit zijn teksten van mensen voor wie Alzheimer Nederland haar werk doet en wat heel belangrijk is. En daarvoor hebben we ook heel veel steun nodig. Daarom stem op Alzheimer Nederland als leukste organisatie van Nederland en word donateur.